Hallo, ik ben Levi. En ik ben Sami. En vandaag zijn we bij 3D Makers En wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan uitzoeken wat de, het veldwerk doet. Kom mee. Hoi, ik ben Rick. Goedemorgen. Wat doen jullie allemaal veldwerk? Vuil, uh, nou, wij maken heel veel uh, mooie dingen. En uh, dat uh, doen wij zoveel mogelijk met uh, materialen die al, uh, die al iets anders geweest zijn. Dus we proberen zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. Maar wat voor materialen? Nou, dan kun je denken aan uh, gerecycled plastic. Uh, je kan denken aan uh, hout, wat we uh, voor een tweede keer gebruiken. Uh, of wij uh, hebben nu een nieuw. Uh, project en dat is een samenwerking met de, met de spoorwegen, met de NS. En uh, wij mogen van de NS uh, de oude vloeren uit de treinen gebruiken om weer mooie nieuwe dingen van te maken. Hebben jullie nu ook iets van het NS-Spoor? Uh, ja, uh, we maken onder andere het, het krukje wat je hier ziet staan. Dat is gemaakt van uh, de oude vloeren uit de trein vandaan. Of we hebben ook de tafelvoetbaltafel. En we hebben de tafel tennistafel En we maken ook uh, bijbehorende bij die tafel maken we ook uh, tafeltennisbletjes. En die kun je hier zien. Gemaakt van onder andere weer de vloeren. Die lijmen we dan aan elkaar. En daar maken we weer een nieuwe vorm van. Uh, nou, deze heb je waarschijnlijk al herkend. Ja. Dit zijn de oude urenstaten die altijd op de prons uh, hingen. Daar maken we nu uh, de, zeg maar de, de bedekking van. Dus waar al die mensen altijd overheen gelopen hebben, wat echt duizenden kilometers heeft afgelegd, dat maken wij weer een nieuwe vorm van. En dat is dus de tafel, voetbaltafel geworden. Maar de handvaten bijvoorbeeld, die zijn ook gemaakt van de vloeren. Die lijmen we aan elkaar vast. En dat draaien we op de draaibank, maken we een, een hele nieuwe vorm daarvan. En uh, ik zag uh, ook daar een uh, skateboard staan. Hoe heeft hij dat gemaakt? Ja, dat is omdat we het heel leuk vinden om te spelen. En uh, ja, we kunnen er wel even naartoe lopen. Uh, ja, uh, we vinden het heel leuk om uh, ook om, uh, uh, uit te vinden. En, uh, dus we hebben uh, geprobeerd om een skateboard te maken. Maar uh, ja, je, je wordt zo snel moe van al dat steppen. Dus we dachten van nou, dat moet ook op een andere manier kunnen. Dus we hebben een oude boormachine gebruikt om hem aan te drijven. En uh, ja, zo kunnen we dus uh, ook op een, op een uh, andere manier naar ons werk toe gaan. Dus deze gebruiken we ook om hier naartoe te kunnen komen. En werkt u nog samen met andere bedrijven? Ja, hier op Maakterrein uh, zijn heel veel jonge ondernemers, heel veel uh, ontwerpers en heel veel creatievelingen. En wij proberen zoveel mogelijk uh, samen te gaan werken. Nou, waarom vindt u het eigenlijk belangrijk uh, om te recyclen? Nou, eigenlijk komt het door een jaar geleden, omdat ik, omdat ik eigenlijk altijd maak en samen met Rick, we maken heel veel en wij als mensen maken heel veel. En ik denk eigenlijk uiteindelijk dat we zoveel maken dat, we, dat er bijna geen grondstoffen meer zijn om dingen te maken. En dat maakte me zo, ja, daar, daar, daar kon ik zoveel zorgen over maken. En toen dacht ik op een gegeven moment. Nou, toen kwam eigenlijk die, die kwamen eigenlijk die treinvloeren op ons pad. En toen dacht ik, jeetje, daar, dat kunnen we weer gebruiken als grondstof. Dat is afval en dat kunnen we dan weer omzetten in grondstof. En daar kunnen we dan weer dingen van maken. Dus eindelijk dacht ik, wauw, dat, dat is de crux. Zo moeten we gaan werken. We moeten van afval nieuwe dingen gaan maken. En ik vind het uh, ja, heel belangrijk dat, dat jullie, maar ook uh, uh, jullie kinderen... Eh, toch wel in een, in een beetje een opgeruimde wereld terechtkomen... Dus wij zijn nu alvast begonnen om te laten zien wat je met al dat materiaal uh, kan doen. Dus wij hopen natuurlijk dat al die generaties na ons uh, ja, net zo creatief met dat materiaal omgaan. Waardoor uh, de afval iets minder wordt. Ja, we waren net bij veldwerk, het was heel leuk. We hebben heel veel geleerd, heel veel nieuwe dingen. Ja, ik vond het ook heel leuk, want om te zien wat zij allemaal recyclen en zo, ja, het is gewoon ja, echt heel mooi om te zien. Heel speciaal. Zeker als je ziet dat ze van oude NS producten gewoon nieuw spullen kunnen maken. Zoals een pingpongtafel of een ja. voetbaltafel. Doei! Okay. Van de vloer waar heel veel mensen hebben over Waar... Uh, heel veel mensen over hebben wacht. Ja, dat van de vloer van de. Begin die? Wacht, wacht. wacht. Hallo, ik ben Levi en ik ben Sami. En vandaag gaan we uitzoeken wat het vuil, vuilwerk doet. Ja. <laughs>